Fans van Celine Dion hebben vanavond storm en regen getrotseerd om erbij te zijn. De première van de concert-DVD. Het was een drukte van belang in het Tuschinski Theater in Amsterdam. Volle bak in Tuschinski. Ruim 900 die-hard fans staan om 9 uur vanavond te dringen voor de deuren. Het is een speciaal moment, want vanavond zal hier de wereldpremière plaatsvinden van de nieuwe DVD Live in Vegas, A New Day. Het gaat om een registratie van de live shows die Celine Dion 5 jaar lang gaf in Las Vegas. Stukjes wat ik gehoord heb, klinkt erg goed. Heel anders, maar super. Ja. Ook een stem die niet snel verveelt. Tenminste, ik kan het altijd blijven luisteren. Dus. Het is gewoon Celine een heel nieuw jasje. En ik vind dat ze echt een heel goed album heeft gemaakt. Haar persoonlijkheid op het podium vind ik het leukst, ja. Over het feit dat Celine Dion er vanavond zelf niet bij was, zijn de fans niet bedroefd. Ik vind vooral de persoonlijkheid van Celine heel erg leuk. Echt lieve meid. Een geweldige vrouw, heel aardig, heel grappig ook, heel veel humor. En natuurlijk een fantastische stem. Voor de Nederlandse Celine Dion verslaafde wordt het een latertje. Vannacht om precies middernacht zal de verkoop van haar nieuwe album Taking Chances van start gaan. De, schrik niet, 1200 mensen die vanavond op de wachtlijst staan hoeven niet te treuren. SBS6 zendt zondag 18 en zondag 25 november het concert in 2 delen uit. En morgenavond in Shownieuws al een interview met de diva herself. Hi everyone, it's Celine Dion sending a warm hello to all my fans in Holland. I hope you're enjoying my new album and the DVD of Las Vegas show A New Day. Have a great evening. Ja, morgen in de vroege uitzending van Shownieuws om 7:15 dus een uitgebreid interview met Celine Dion.